Om de kwaliteit van de caravans en chalets te verbeteren, heeft Peter een eigen keurmerk bedacht. Ik had de volste verwachtingen van, want ik had, ik had een hele stapel bij. Ik denk, ik ga eens even lekker tekeren hier. Hier heb ik weinig zin in om te komen kijken als het ook niet klaar is. Dus, Dit terrein wordt volgegooid met chalets, maar die zijn er niet. En mensen die dat oplossen, zijn er ook al niet. Dus Peter moet het ze weer voorkouwen. Nou, als dit nou gewoon renoveert, dus mijn huis ook. Ja. En dan gaat het ook gewoon weer lang mee. Partij blij, mensen blij. En wij blij. Op dat pas ingelijfde park slaat dat pure jachtinstinct compleet op hol bij Nicole. Maar dit is wel echt zo'n, ja, met die bruine tegels en zo, dat is wel echt zo'n jachtgevoel. En de grote baas blijft de druk opvoeren. Hoe gaat het op slot, Kranendonk? Ja, goed. Je moet ook opschieten, want over een paar weken hebben we daar al een receptietje voor onze eigen beheerders en zo. Ik zit er bovenop, hè. Veel verder dan het kopen van een parkje is Peter de afgelopen tijd niet gekomen, want lockdown. Nu zat hij aan een modieuze unit voor op zijn knar te denken. Dat bedekt dan ook meteen die splijtplek op zijn kop. En als gevierd miljonair trek je zo'n petsmuts hoedverkoper rap over de streep voor een lucratief stukje thuisshopbeleving. Hallo! Hoi, goedemiddag. Nou. Het zijn er heel wat, hè? Dag, meneer! Goedemiddag, meneer. Van de hoede. Ja, want te strakke trui heeft hij zat. Nou, ik ben benieuwd. Ja, we zijn heel benieuwd. Passen kost niks. Oh, nou, die valt te klein voor u. Ja. Dit merk valt te klein. Die blijft te hoog op uw hoofd. Ja? Dan, ja. Nee, mijn hoofd is gegroeid. Maar dan komt ook, nou ben ik weer aan het afvallen en dan slank ik mijn hoofd ook af. Nou, zoveel vet verzamel je niet op je hoofd, hoor. Dat, nee, dat staat echt uit hersens dan. Ik kan echt wel iets schelen. Je hebt gewoon een iets groter hoofd dan gemiddeld. Dus dat... Ja. Ook mooi. Ja. Nou, ga ik even in de spiegel kijken. Nou, ik vind het ook wel een stoere hoed, of niet? Ja, mooi. Ja. Wat vind jij ervan? Ik vind het een mooie hoed, deze. Ja, ik vind ook... ik durf bijna niet te vragen, maar kost zo'n hoed? 229,95. Nou, dat zijn denk ik de mooiste, of niet? Ja, dat denk ik ook. Deze zes stuks. Ik ben van de massa's kassa, hè, dus ik moet er aantallen hebben. Dus loop ik iedere dag met dezelfde hoed, dan vind ik niks. Gaat trouwens niet lang duren voordat zijn zoons aan de hoed moeten, want bij die twee begint het ook steeds dunner te worden. En dat horen ze nu voor het eerst. We zijn op dat nieuwe park en de horeca is hier allemaal net even wat luxer dan op die overige 10. Dat wil ons Peter dus wel proeven. Samen met ons Franske. En een nieuwe hoed? Ja, ik heb eens wat geïnvesteerd in een hoed. Ziet er ook een beetje gekleed uit. Ja. Mooie kleur, dus dat komt goed. De kersverse parkmanager Koen gaat zich suf grillen voor de grote baas. Mix is grill. Gepaneerde schnitzel, een gebakken tournado. Het ruikt goed in de keuken. Ja, goed bezig. Oh, kijk. Ja, kijk, lekker voorgerecht met een triootje van kanalen. Oh. Ik ben wel dol op een triootje. Ja? Ja. Vertel. Hoe moet zoiets gaan kosten dan, denk je? Dit, tientje, 12,5 euro. Ja? En zo'n klein maagje of een klein mondje? Klein ben mondje. Ik gewoon traag? Nee, ik zat nog aan het triootje te denken. Ja. Hé. Hey. Zo. Kijk. Nou gaan we even weer. Dat ziet er ook goed uit, of niet? Ja. Het hoofdgerecht is een luxe burger van Black Angus. Maar dan moet je dus nooit in neon op de voorgevel willen zetten. Want twee keer in de week wordt de letter G eraf gesloopt. Geloof me. En wat is nou dat Black? Wat betekent dat dan? Dat is een zwarte Angus. Ja, wat?
Weet je nu wat een Angus is? Nee. Nou, dat weet ik ook niet. Super lekker, hè? Ja, mooi. Echt lekker. Ja. Ik ga aan de afwas beginnen. Ja, lekker aan de gang blijven. Oké. Dankjewel. Ik heb het nog druk. Ik ook. Ja? En waar gaat het dan nog druk mee, Frans? Ja, dat moet ik even bedenken. Nicole heeft zichzelf aangesteld als binnenhuisarchitect. Over een paar weken viert de familie de officiële opening van dat elfdepark met een grootse receptie. En dat betekent dat het horecagedeelte er dan perfect uit moet zien. Het thema is jacht en natuur. Dat heeft Nicole zelf bedacht nadat parkmanager Ilona erover begon. En nu moet de vrouw van de baas serieus shoppen. Hallo. Hallo. Ik kom de vos afhalen. Ik zie van alles. Ik zie tandjes en oogjes en oortjes en van alles wat ik eigenlijk niet aan wil raken. Ja. Ja, dit is hem. Het is een hele mooie ouwe. En ja, zo groot zie je ze niet zo vaak. Zijn dat zijn echte nageltjes? Ja. Grappig. We hadden nog meer. Oh, dat hangt er allemaal aan de muur, of niet? Een mandarijneend. Een mandarijneend. Nou, dat is toevallig, want we hebben thuis ook mandarijneenden. En dan hebben ze er van de week eentje doodgereden. En die laten we ook opzetten. En dat is een vrouwtje. Dus dan heeft hij een maatje. En dan heb ik het goed gemaakt, dan neem ik voor €125 de vos en de mandarijneend mee. Dat is goed. Op al die andere parken gaat het werk ook de hele winter door. Zoals op de Berkt. Daar zijn Mark en Richard verantwoordelijk voor het opknappen van oude caravans. 175 stuks. Van binnen, van buiten, paar reparaties, likverf, gordijntjes wassen. Zo goed als nieuw. Alles is geschilderd. Plafond, de wanden, alles. We hebben de kachel hebben we opnieuw gespoten. Mm. Bedden staan er weer allemaal in. Hij is standaard voor 3 personen. Ja, dat is net nieuw. In feite kan hij gewoon weer vernieuwen. Bijna vernieuw kan hij gewoon weer terug de verhuren. Dat zijn nou de teksten waar die bolle van houdt. Niks weggooien waar je nog goed geld mee kunt verdienen. Je rijdt niet in een Rolls door poen weg te pissen, weet je wel? Vandaag komt hij even checken of het eindelijk in orde is. Klop, klop. Hallo. Dit vind ik niet mooi. Dat hebben ze niet goed geschilderd. Op een of andere manier. Of met een droge roller, zie je? Ja, iets, misschien een keertje strak iets wat... Ja. Beter opletten, Richard. Nachtkastje, kledingkast, dat is ook belangrijk. We hoeven verder aan klaar, we zitten alleen maar aan proef. Dit was de proefuitvoering. Netjes, basic en niet te overdreven. En wel te doen zo. We zijn er wel even mee bezig geweest, maar het zal wel kunnen zo als we hier mee verder gaan. Dan hebben we wat handjes nodig. En dan zouden we ze allemaal kunnen renoveren. Ja, gaat er al 2 hangen, dus twee handen. Huh? Dat is waar. Ik denk wel voor 3 werkende mensen is dit perfect. Ja. Ja. Wil ik wel even de planning weten, jongens, wanneer ze allemaal klaar zijn. Dan kan ze ook gelijk naar het circuit toe. Huppatee. Nicole shopt zich een ongeluk. En tegenwoordig is ze helemaal vintage. Ziet eruit als rommel van de vrijmarkt, maar daar kan je je in vergissen. De score tot nu toe, een dode vos en een dode eend. Hallo. Hallo, schatje. Oh, nou. Een sluwe vos. Een sluwe vos, ja. Oh, is wel heel mooi, of niet? Ja, echt wel. Nee, we hebben er allemaal nog meer. Van alles. Van alles. In ieder geval ook alvast een kassa. Oh. Een hele oude, in guldens. Zal ik hem even laten rinkelen, de kassa? Ja, zorg maar dat er geld in komt. Ja. Dit is zo'n moment dat je als verkoopster dolgraag wil dat zo'n klote ding werkt. Nou, het duurt wel langer, niet? Nou, ja, hij doet het even niet. Zo krijg ik geen omzet in, hoor. €250. Moet je hem terugzetten, haal ik hem van de week op, zeg maar. Jongedame. Nee, dat kan ik niet doen. Voor €300. €275 dan. Dan haal ik hem van de week op. En anders hoef ik hem niet. Nee. Echt nee. Niet. Echt niet. 300. Dag, mevrouw. Dag. Hij is wel echt mooi, hoor. Mooi beestje. Zo. Ja. Hoppakee. Het
Het lijkt erop dat Peter vertrouwen heeft in die renovaties. Hij kan zich nu weer bezighouden met dat nieuwe park. Binnenkort is daar een groot openingsfeest, maar het staat nog niet in de folder. Daar zorgt de grafisch ontwerper voor, Gerben. En Gerben komt glimmend van trots het resultaat laten zien. Ach, goedemiddag. Gerben. Peter. Ach, ik ben er allemaal bij. Ja, ik dacht, worstenbroodjes mogen niet ontbreken. Kom dan. Kijk, alsjeblieft, een cadeautje. Hoi, maat. Ja, goed. Richard, word eens een paar in de magnetron. Ja. Pak je mij alvast maar in de kouwe. Die wil ik zo wel hebben. Nee, pak zelf wel. Kom maar. Huppatee. De eer is aan jou. Vers van de pers. Nou? Hou hem uit de envelop. Ben benieuwd. Het model is al mooi, of niet? Super. Als het goed is, moet er geen foutjes meer in zitten. En even kijken, het nieuwe park. Gerben? Daar is die. Kijk, hier hebben we hem. Ja. Gerben, super. Nou, mooi. Top. Richard! Ben je met de koekenpan aan het bakken? Kijk eens, de worstenbroodjes. Lekker. Worstenbroodjes. 300 calorieën per stuk. Drie de man, 900. Gelukkig rekt die trui mee. Nou, proost. Dankjewel. Ja, ik heb er alleen op. Nou, de tweede is alweer op. Nicole denkt dat zij het thema jacht en natuur heeft bedacht en Ilona laat haar wijselijk in die waan. Want gezeik, daar heeft ze geen zin in. Bovendien werkt Nicole zich voor haar doen uit de naad. Ze rijdt rond met dode beesten die in het horecagedeelte van het park een sfeervol plekje moeten krijgen. Ik zat te kijken, die vos kunnen we misschien ook wel op die dingen zetten bij de wc. Is die niet hoog? Is die niet te hoog, denk je? Oh, die is heel mooi. Kijk. Oh. En dan komt er nog een vrouwtje. Want wij hadden een dood vrouwtje en die laat ik ook opzetten. Oh, die is echt heel mooi. Mooi, hè? Ja. Maar een dood vrouwtje? Ja, hartstikke dood. Nicole was wekenlang in de rouw, maar nu komt dat vrouwtje op de bar te staan. Een beetje lekker ontspannen zo, hè? Heerlijk. Ja, we hadden een aanrijding gehad met een van onze eendjes. En die lag dood met jullie eigen eend uit de vijver? Ja. Dus die krijg je nog hier deze kant in. Nou, dan krijgt hij in ieder geval een tweede leven. Parkmanager Ilona is pas een paar weken bezig, samen met haar man Koen. En die twee nemen hun verantwoordelijkheid bloedserieus. Ze heeft lang nagedacht, alles gemeten en ze weet precies hoe het moet gaan worden. Nou, ik heb Mark even gebeld. Die komt met zijn boormachine deze kant op om hier even wat mee te klussen aan te doen. Maar het wordt niet gesloopt, hoor. Ik bedoel, we hoeven bijna niet te schilderen. Nee, we gaan niks lomp doen. We gaan op ons gemakje doen. Goedemiddag. Wat moet ik naar gewas schroeven? Ja, die keuien die moeten er ook nog vanaf. Die biljartkeuien en die klok. Moet dat er heel vanaf? Hoe gaat het bij jullie? Ja, dat heel ding moet eraf. Ook dat ding waar ze in hangen. Dat ding ook. Had een kniptang. Was dat onder stroom? Ilona is te beleefd, dus zeg ik het. Vanochtend was het hier nog een oase van rust. Mark en Nicole hebben een tamelijk stroeflopende relatie. En vandaag is dat niet heel anders. Geen spoor meer, helemaal wel. Ja, hoezo? Hey. Je bent er nooit los aan het schroeven als je dat kabeltje naar eruit ja, trekt. Ja, dat schroefje zit er niet van niks. Dat zal toch los moeten draaien? Aha. Ah. Kijk, daar is hij. Nou. Ja, dan ben ik aan het vinden. Hoppa. Hoppakee. Dank u. Allemaal. Nou, nog iets. Ilona is meer het type van verfijnde motoriek. Mark. Hé, wacht nou even. Dan moeten we opnieuw die dingen schilderen. Ja, dat moesten we toch. Nou, ik zal even proberen regelen. Dan gaan we gewoon even schilderen. Ja. Tada. Plug en al. Bezig. Oké. Ja, geen dank voor het slopen. Ja. Als er nog iets te slopen had, dan bel mij.
Dan kunnen we het thema jacht denk ik officieel wel een streep doorheen zetten. Want dan hebben we die wel gehad. En dan gaan we op natuur verder. Dan gaan we daarop verder borduren. Peter is aan het afvallen. Maar dat de kilo's eraf vliegen, nee. Dus nu betrekt hij zoontje Mark hierbij, want die begint ook dicht te groeien. Tegenwoordig hebben ze een personal trainer ingehuurd en die laat niet met zich sollen. En ik heb geen idee waarom, maar Peter lijkt last te hebben van een goed humeur. Binnen! Binnen zonder te kloppen. Goedemorgen. Ach, je bent al in de stijl. Heb je er zin in? Ja. Moet dat? Ja. Ja, baasje gaat sporten, ja. Ja. Die mag ook wel sporten. Ja, die mag ook naar Dick. Die is ook te dik. Ik denk dat Mark sowieso een uurtje eerder op moet staan en gewoon iedere morgen een uur moet gaan wandelen. Dat zal Lond leuk vinden. Ja? Dat gaan we mooi niet doen. Dat is voor alle twee goed. Want die is ook te dik. En als Mark is niet te dik, die is gewoon gezet. Zo. Oh. Vind je het koud buiten? Ja, het is fris, ja. Ik kan ook wel buiten sporten, maar ik denk dat binnen beter is. Sinds die ene klote een zich plat heeft laten rijden, is die vijver niet meer hetzelfde. Dus Nicole mag een nieuwe halen. Samen met haar bestie Anki. Zo, je ziet er een al zitten. Ja, echt wel. Wat was dat? Een zwaan. Een zwaan, ja. Oh, hallo. Hoi. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Wij komen voor eentjes, maar jij er zat ze te zien. Ja, waar zoekt eigenlijk, Nicole? Ja, ik denk dat we twee koppeltjes eenden erbij willen zetten. Ja. Want we hebben echt een grote vijver. En ga je net, dan kunnen we Anki even achter die eenden aanjagen. Ja, weet je hoe eng dat is? Dan dacht jij dat je mee mocht voor de lol. Pak hem! Ik zal eens een beetje jouw kant op jagen, Anki. Dat is zo zielig. Jongen, 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 wat een drukte. Hek van de Dam hier. Ank. Vang hem! Vang hem! Ja, ik ben je zo snel. Dat is kei zielig. Nee, dat is niet zielig. Vang hem! Ja, ik had hem. Ja, ik had hem, ja. Als je hem net naar beneden had gedouwd. Terwijl alle eendenhuggers nu losgaan op Twitter, staan Peter en Mark op het punt om zich fysiek te laten vernederen door zo'n gruwelijk afgetrainde fitboy. Maar kennelijk is hun vaste trainer op vakantie. Of is het een smoes omdat hij het met die twee niet meer ziet zitten? Dus heeft hij een vervanger geregeld. Oh. Bart verandert. Ik ben vandaag jullie personal trainster. Oh, dat is fijn. Heel de dag? Nee, voor een uurtje. Nou, dat is dan jammer. Dat is kort. Ja, nou, dat zullen we zo nog wel zien. Oh, ik zie al een hoop gereedschap liggen. Hier volgt nu een waarschuwing. De volgende beelden kunnen al schokkend worden ervaren. Ja. Lekker die armen mee bewegen. Sarina heeft vaker met dit bijltje gehakt. Oh, niet zo hard, jongens. Gewoon inlopen. 15? Ja, 15. 1. 2. Goed zo. 4. 6. 5. Netjes. Dus sla hem één keer om. Hop. Zo. Ja, laat hem daar. En omhoog. Recht omhoog. 1, 2. 1, 2. Goed zo. Netjes, Peter. Dat zijn ze. Kom op. Oké, let's go. Cool, Peter. 1, 2, 1, 2. Goed zo. 1, 2. Ja, dat is coördinatie. 1, 2. Goed zo. En weer terug. En die armen meenemen. 3, 2, 1. Yes. Nou, tong om mijn schoenen. Ik kap hem, hè. In de vakjes. Op conditie gaat Mark het niet winnen. Op cupmaat wel. Kom op. Ja, de bananen moeten iets lager. Ik denk dat iemand te trillen. Zo, en indraaien. Goed zo. Yes. Ik heb hem zo nog nooit bezig gezien. Nicole wil een nieuwe eend. Waarom? Al sla je me dood. Maar ze moet en ze zal een nieuwe eend hebben. Zelf vangen is niet gelukt, dus moest er een pro komen. Zo, we gaan mooie eendjes even wegbrengen. Ze is bijna thuis. En daar zit Peter hogere machten te danken dat hij dat gefitness heeft overleefd. Hier zijn we. Hier zijn we dan. Zo, nou, naar het weg geweest. Hoeveel hebben we er? Ieder doosje één? Nee, twee. Hè? We hebben er vier meegenomen. Ja. Allemaal verschillende. Niet te geloven. Ja. Nou, naar buiten met die handboel. Wil jij ze vrij laten, Peter? Ja, Peter wil ze heel graag vrij laten. Ik schuif die doos wel open, kom maar. Oh, alsjeblieft. Nou, daar gaan ze. Hoppatee.
Ja, kijk. Dat is één. Goed zo. Okay. Mooi, of niet? Waar zijn die andere? Die zitten daar. Oh, die is helemaal mooi. Kijk eens hier eens. Catastrofe. Gadverdamme zeg. Hier, dankie. Ach. Peter zag die doos stront en dacht, hoe zou het op de berg gaan? Geloof het of niet, maar precies op dat moment krijgt hij telefoon van Richard. Die zegt dat de caravans nu eindelijk Peter-proof zijn. Kom maar kijken, zegt hij. En of hij vooral niet vergeet een berg keurmerkstickers mee te nemen, want die gaat hij keihard nodig hebben. Het zal mij benieuwen. We zullen even op je vader wachten, die zou ook zo komen. Goedemiddag. Mannen, moet ik mijn stickers meenemen? Ik zou er een paar meenemen, ja. Ja? Ja. Het zal op tijd worden. Nou. Nou, hier zou ik kan blindelings aan kunnen plakken. Dat was ook de bedoeling. Ja, ik ben ook voor de derde keer terug. Dus dat mag dan ook wel. Nee, het ziet er wel keurig uit, dat moet ik zeggen. Als ik zo zie, dan zeg ik, jongens, dit hier kan ik ook zelf zomaar kunnen zetten. Ja. Hier nog even kijken, want dan ben ik nog niet geweest. Aha, geen sticker. Jawel. Jawel, wel. Jongens, ik ga hem plakken. De eerste. Huppatee. Nou, er zit al een beetje een deukje onder, maar proficiat. Dankjewel. Zo wil de gast wel komen. Zo. Richard was echt zo blij als een pup in een modderpoel. Zijn eerste sticker. Compleet met foto en al. Maar Peter heeft nog een paar honderd van die stickers in zijn zak. En die wil hij ergens op plakken. Hey, maar ik weet wel dat deze goed zijn. Ja, ja. Vertrouwen is goed. Controleren is beter, hè? Dat klopt. Kijk, hier zitten wel wat dingen. Hier, dat komt ook van de spiegel plakken. Sorry. Ja, maar ze hebben hier niet... Oh, hij is, hij is naar beneden gezakt. Ja? Ja, hij is naar beneden gezakt. Jongen, jongen, hier. Ja, dat komt. Ze hebben nieuwe stickers geplakt. Maar ja, die zijn jongen, niet... Jongen, geen sticker hier. Die zijn nog niet gedroogd. Ik moet een doek hebben. Heb ik. De kind van de spiegel aan mijn handen. Ik zei al, hè? Vertrouwen is goed, controleren is beter. Ik zit hier gewoon met een kilo kit aan mijn handen. Niet te geloven, ja. 100 caravans gerenoveerd, één sticker. Maar er zijn meer problemen gaande. Op dat nieuwe park is een grote receptie gepland en Nicole weet niet wat ze aan moet. Dus vroeg ze mama om advies. Maar mama komt nooit alleen. Hallo. Hey, die hond die op die vloerbedekking, hè? Ga even buiten spelen. Hoppatee. Ja, meisje. Haar ouders hadden er twee. Die ene was echt niet goed snik en hebben ze moeten afmaken. En deze is medium goed snik en sloopt alles. Maar echt. Oh, die gaat graven. Die gaat graven. Mary! Mary! Wat wilde eigenlijk precies aan op de opening? Een jurk of een broek? Of... Ja, ik denk een jurkje wel leuk is. Mooi jurkje. Ja. Ja, ik neem eens allemaal even mee naar binnen, dan passen ze daar. Nicole heeft een scheidhekel aan dat beest. En nou wordt ook nog haar hele miljonairsgazonnetje omgeploegd. Mag jij hier graven? Nee, hè? Kom hier. Weg, kom. Want Nicole wordt helemaal voorgesteld als ze jou ziet graven in de tuin. Nou, kom. We gaan naar binnen. Vandaag wordt er niet meer gegraafd. En was maar een klein gaatje, gelukkig. Zo, Maggie, ben je er weer? Ik ben benieuwd. Er zit helemaal niks gedaan. Ik zie het zand hier gewoon tussen zijn tenen zitten. Nee. Die heeft zeker gespaaid. Ik was mijn handen in onschuld. Maggie niet. Dat haar ouders op leven en dood dat klote beest steeds meebrengen, leidt ontzettend af van wat werkelijk belangrijk is in dit universum. Nicole. Nee, deze krijg ik nog niet dicht, hoor. Nee? Nee. Weet ze? Oh, hey. Dan zal ik eens even proberen om die rets dicht te maken. Dat gaat niet. Die krijg jij niet dicht. Die tieten passen er niet in. Die tieten passen er niet in. Ja? Rits dicht. Kijk dan toch. Ja. Dat zegt weer veel en veel meer als een jurk. En volksmond ziet dit in een zoekjurk. Nellis gaat dan maar gewoon candy crushen, maar ik vind hem ook chic. Deftig. Ja. Kunnen we voor de dag komen. Proost op het pakje. Proost.
Proost op pakje. Kan ik dat van de zomer ook lenen? De feestelijke heropening van Park Slot Kranendonk is gepland. En omdat de luxe horeca hier ook interessant is voor omwonenden, wordt er oldschool geflyerd. Zo trek je klanten, nietwaar? Parkmanagers Koen en Ilona trekken erop uit om zich als trotse uitbaters te laten zien. Ze hebben Mark gestrikt om hen te helpen. Althans, dat lees ik hier. Nou, Mark, ga jij naar links, gaan wij naar rechts? Ja. Dan zien we elkaar straks weer. Tot straks. Succes! Hi! We gaan daar een heel leuk restaurant openen, zodra het allemaal mag. En we wilden jou daar graag over informeren en we jou een hele mooie flyer overhandigen. Goedemiddag. Hoi. Mogen we jullie een flyer overhandigen van een nieuwe restaurant? Nou, eindelijk. Kom gezellig iets eten en drinken. Goed. Hoe zou het eigenlijk met Mark gaan? Die is al 5 kilo afgevallen met zijn lopen. Dat zou je denken, behalve dat Mark een lokale vreedschuur heeft ontdekt. En zij hebben precies wat hij nodig heeft. Maak een grote friet oorlog en doe maar een blikje Red Bull. Dus. En ik had nog een vraag. Hè? Ik ben een flyer voor onze horeca die open gaat, ik er hier eens op zou mogen hangen. Kan ik hier de rest van de stapel ook laten liggen? Dan, hier komen meer mensen als dat ik bij huis aan huis. Ja, hartstikke fijn, dankjewel. Mark hangt een flyer op, pleurt de rest daar op de balie, racht een putdeksel vol frituur naar binnen en waggelt braaf terug naar het park. Er moet namelijk nog een hoop gebeuren voor die receptie. En de inboedel wordt zo dadelijk afgeleverd. De gasten zijn al onderweg, dus het is nu even een kwestie van alle hens aan dek. Dat zou een feestelijke dag moeten zijn, hè? We van de kut weer hier. Ja. Ja, wij laten ons eigenlijk niet uit het veld slaan, Ruud. Behalve Nicole, die staat wel mooi droog. Ja. Maar die gaat daar ook sjouwen, want het is haar project. Ja. Anders alleen met de eerlopers draaien, dat gaan we niet doen. Komt die wind uit die vrachtwagen of komt hij hier even buiten af? Nicole! Alsjeblieft. Ja. Ja, moet je sjouwen. Is goed voor de... Hier, Nicole. Nicole! Dan zal je goed slapen vannacht, Nicole, denk ik, of niet? Nicole! Oh, je verliest iets, Nicole. Helemaal plastic is slecht voor de natuur. Zie je wel, maat, het leven van een miljonairsvrouw gaat niet over rozen. Hé, jongen. Nou, we moeten wel een beetje opschieten, jongens, want we moeten wel klaar zijn als Peter zo meteen komt. Peter, die heeft op dit moment heel andere problemen. Hij staat strak van de stress. Hij moet op het matje komen bij afvalcoach Dick. En Dick weet dat Peter weet dat hij bij Dick geen lulverhaal kan ophangen. Hij vreet te veel, hij beweegt niet en hij valt geen hol af. Ja, Peter? Ja, met de slangste man. Dat doe ik ook. Klop. Kijk, daar is die man. Al. Hi, hoe is die jongen? Goed. Alles goed? Kom verder. Alles goed. Ik ben er weer. Hoe vaak wandel je nu per week? Moet ik eerlijk zijn, ik moet er mijn eigen nou weer toe gaan zetten. Ja, maar als het je inderdaad lukt om het gewoon bij wijze van spreken dagelijks te doen, of ja, 5 keer per week. Ja, maar dan regent het weer en dan denkt Petertje, ja. He? Er is altijd wel een droog moment op iedere dag. Een droog? Ja, maar dan moet nog gewerkt worden, Dick. Die knop moet om, want anders lukt het je niet. Daarom heb ik al een hoed. Het is wel een beetje bedekt, dus zit er geen kortsluiting meer in. Zullen we eens kijken wat hij te melden heeft, de weegschaal? Nou, ik denk die weinig goeds te melden heeft. 119,7. Dus wat dat betreft hebben we nog wel wat te gaan. Niet goed bezig. Pak even de schoenlepel, want Nicole is er niet bij. Dus, We hebben een afspraak staan voor over 2 weken. Ja, dat staat in de agenda. Dus dan zie ik jou over 2 weken weer en dan wil ik graag zien dat er iets aan mijn leven is. In ieder geval niks erbij. Hè? Hey. Succes. Dankjewel. Oké. Doe. Op dat nieuwe park werken ze zich het snot voor de ogen om alles picobello te krijgen. Vooral de horeca wordt in de schijnwerpers gezet, want daar moeten eters van buiten het park op afkomen. Dat wil zeggen, als het weer een keer open mag. En Nicole is onderweg om haar pronkstuk te halen. Haar pièce de résistance, de platgereden eend. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag.
Hij ziet er wel heel anders uit als hoe dat hij er vorige keer eruit zag, zeg maar. Ik vind hem zelfs enger als dat, als dat ik hem heb gebracht, joh. Echt waar? Ja. Waarom? Omdat hij nou kijkt. En die naaldjes, moeten die er nog in blijven zitten? Of, Ja, die mogen er nog zeker wel 2 weken in blijven zitten. Nou, hartstikke bedankt. Jij veel plezier met de eekhoorn. Dat gaat lukken. Lijkt wel acupunctuur. Ja, hè? Doei, doei. Houdoe. Hey, schatje. Hallo, schatje. Hallo. Verrassing. Hè? Verrassing. Hè? Fox. Ik heb die op laten zetten. Ik heb hem op laten zetten, ja. Oh, dat is fijn. En wat ga je ermee doen dan? Terug in de vijver? Nee, ik ga hem bij je slot Kralendonk neerzetten. Oh, dat past hij wel. Goed zo, schatje. Oké. Okay. Doei, doei. Zo. Familie Gillis heeft er een parkje bij gekocht en het wordt in bescheiden kring gevierd, want corona. Om die doodse boel nog een beetje op te leuken, heeft Peter een treintje besteld. Zodat iedereen zich kan vergapen aan alle pracht en praal. Even de brander eens door. Ja, ruik je dat niet? Komt er net als je hem start? Ah, maar dat komt omdat hij hem door zit te starten, maar dat maakt niet uit. Nou, start hem eens. Oh ja. Oeh, maar dat is de schakelaar. Het lijkt eerder een stoomlocomotief. Nou. Nee, ja, we zou, papa komt zo meteen en we zouden met dit treintje aan de gasten even een rondje rijden en een park te laten zien. Maar hij start niet meer, dus we hebben een probleem. Start hem nog eens, Koen. Jongen, 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 jongen. Maar Ruud, als jij even jouw auto kunt halen en Koen eens even startkabels haalt, dan... Ja. Dan zal ik mijn technisch oog er eens op laten vallen. Ondertussen zijn er nog steeds gasten onderweg. Moet er nog met meubilair geschoven worden? Is Nicole bezig met het dressen van haar dode eend? En dat, van alle dagen, Henny en Nelis ook nu die gestoorde hond bij zich hebben. Die hond moet Nicole niet. Nicole die hond niet. En zeker hier niet. De hond mag niet bij de horeca. Dus we gaan even buiten een rondje lopen met hem. Nou, is goed. Kan je dan aan de auto? Henny en Nelis kennen je de weg van vroeger. Toen ze met hun vouwwagen en baby Nicole vakantie kwamen vieren. Dat is echter nog geen vrijbrief om haar met baby-anekdotes te confronteren. Dat is niet cool. Hier. Jeugdsentiment. Geweldig. Nicole, ik heb nog een foto meegenomen. Ja? Kan ik laten kijken wat jij bijwaart dat wij hier gestaan hebben? Kijk dan. Vouwwagen of niet? Met een vouwwagen. Ah, zat ze pap daar ook al aan de Candy Crush dan? Waren er toen al van die iPads en die telefoons? Denk het niet. Waarom okay. Was je klaar mee? Had die hond geplast of niet? Nee. Zeg eens dat hij opschiet dan. Mag je dus plassen? Kijk. Kijk, hoppakee. Hij gaat bezig te plassen. Nou, dan gaan we terug, hè, want hij heeft geplast. Ach, nou een klein stukje. Volgens mij is het daar ergens om de hoek. Want ik heb pijn aan mijn voeten. Ja. Oh, jongen, jongen, heel de gras kapot. Dat is peanuts vergeleken met het volgende fiasco. Peter heeft bedacht dat de gasten in een treintje moeten, maar het is rot weer en de accu is leeg. Bang! Hallo. Ja. Hoppatee. Kijk, we zorgen weer voor spanning hier. Klinkt prima. Volgende opdracht. Dat treintje moet brandschoon zijn. Glimmen moet die handel. Dat is je visitekaartje. Dus nu moeten die twee broertjes samen dat treintje wassen. Working at the car wash. Kregreng, 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 kregreng. Oeh. Daar is hij dan eindelijk, de big boss. In zijn zeiknat geregende cabrio. Waar hij dus rustig in rijdt met die hoed op. Hier is niemand. Moet hij nog lopen ook? Nou, nou. Beter een langere stil aan doen. Staat er verder van de werk. Ja. Was Nicole zo? Ja, dat weet ik ook niet. Die is met die hond lopen. Welke hond? Maggie, hoop ik. Want anders hebben ze de verkeerde afgemaakt. Maggie, moet ik naar poepen? Huh? Ga je zitten. Ja, niet hier op het park, hè? Waarom niet? We hebben toch zakjes bij? Oh, Peter gaat de video bellen. Ga maar zitten. Ga maar zitten. Goed zo. Hallo. Waar ben jij? Ik ben een rondje aan het lopen met die hond op park. Hoezo met die hond op park? Anders moeder. Ja, houd erop, je moet.
Hallo. Nee. Ja, hallo, hallo. Zorg maar dat je voor bent. Ja, kom maar aan. In plaats van een beetje wandelen met de hond. Nou jongens, zorg dat het klaar is dat we een rondje kunnen maken. Ja. Ik ga binnen eens even kijken of alles klaar is. Zo. Kijk, klaar. Nicole heeft die wandeling met haar ouders plus hond overleefd. En weet dat die bolle baalt dat ze hem niet stond op te wachten. Dit kent ze van hem. Tijd voor een stukje damage control. Peter moet geëntertained worden. Man, waar is de rest allemaal? Ik zie helemaal niemand. Nee, die zijn allemaal even zijn eigen ding aan het doen. Die doen hun eigen dingen. Ja hoor. Dat vind ik wel leuk hoor. Ja, dat is fijn zo, hè? Een echt pijprestaurant dat ik hier zie. Ja. Die hoofden vind ik ook mooi. Ja, als je daar kijkt en... Echt wel. Dat vind ik ook mooi, die kapstok. Ja, dat is zeker een mooie kapstok. Daar hoor ik nog Fox Wild van, was een kapstok. Dat vind ik nog mooi. Ja. Oh. Dat is een kapstok to go. Het feestje begint. Dat hoor je ook aan de muziek. Bij het treintje staan de Gilles Kids de eerste gasten op te wachten. En die hebben er zin in. Moet die hond ook mee? Hoi, dat is de mascotte van de camping. Welkom, welkom. Kom Frans, een beetje doorlopen. Conducteur is nog weg. Een vertraging? Of, ja. Altijd. Als we even rekening houden met de coronaregels, stellen bij elkaar. Niet te veel op schoot bij je vreemde mensen. Dan komt het allemaal goed. Hé hey Mark, kan ik jij de kachel even aan doen? Jullie gewoon die auto wel even weg. Ja, ik heb je hond vast. Komt de conducteur aan. Zo jongens, zijn we er klaar voor? Ik heb plekken gereserveerd, vind ik. Het regent niet, iedereen is er, het treintje glimt. Nu Peter en Nicole nog aan boord hijsen en dan gas erop. Oh. Wat is dat nou voor een pruts, man? Gaan we even startkabels halen? Ja, we doen nog weer startkabels. Ja, die accu was leeg en ik had hem straks al overgestart, alleen... Ja, we hebben hier allemaal gasten. Ja. Officieel moment, even rondleiding. Nee, voorbereiding is het halve werk, Mark. Was voorbereid, alleen toen moest ik hem in één keer wassen van iemand. Oh ja? Jongens, sorry, even geduld. We moeten even startkabels en moeten we hem starten. Ja. Nicole, haal ons vleugels. Hop. Hé, hey, jongen. Jij moet nog gaan sporten, is niet? Wij kunnen niet samen erin. Oh, hier. Lampjes branden wel. Dan moet Ruud die startkabels halen in Budel of zo. Doet je het echt niet? Nee. Tafel 1. Ja, even voor het wachten, even een beetje verwarming, hè? Ja, dankjewel. Een beetje alcohol en bloed om alles een beetje warm te houden. Ik sta al klaar, hoor. Frans, zijn jij er ook in? Frans? Ja. Kabels afsluiten. Hey, ja, proost. Zuipen bedankt. Jongens, start die trein. Ja. Ja. Hey. Ja, we gaan rijden. En daar zit je dan. Allemaal volwassenen. Voor een rondrit in hun originele trein. Borrel erin hakken en die kleine Mark mag lekker toeteren. Hallo, wil iedereen opletten? Daarachter is de uitbreiding. Heel de grote weiland, 10 hectare. Massa? Kassa. Kassa, ja. Zo. Het is onvermijdelijk. Peter is trots dat hij het heeft geflikt. Samen met zijn familie. En dat mag iedereen weten. Proost op het nieuwe park. Gastvrouw, gastheer Ilona en Koen. En op een goed seizoen. Proost. Proost. Oh, lekker. Fox Wild word ik ervan. Ik ook. Houdoe. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.